Ik leer heel veel dingen, maar we zijn er nog niet. We zijn onderweg naar een beter leven. En dat zeg ik, ik leer heel veel dingen en ik mag heel veel dingen leren. Er zijn wat mensen op mijn pad gekomen waar ik echt heel dankbaar voor ben. En ja, mensen die mij langere tijd volgen, ik kreeg natuurlijk altijd wel een harde pielemous. Doe je uit fatsoen. Weer een GoPro houden naar de getver. Hey lieve mensen, leuk dat jullie gaan kijken naar een nieuwe video van de vlog Leroy, de vlogkoning, of naar een video van mij. Ja, we zijn er weer. Waar zal ik eens beginnen? Dan hoor ik je denken, we zijn er weer, je bent toch niet weg geweest? Nee, dat klopt. Ik heb wel gewoon af en toe nog eens een video geüpload. Maar de laatste keer dat ik echt gefilmd heb is... ja, november, december geweest. Het is geen geheim dat ik natuurlijk te maken heb gehad met de scheiding waar ik in zit. Heeft ongeveer 2 jaar geduurd. En ja, dat is gewoon een hele lastige situatie geweest. En een hele vervelende tijd. Waar ik echt wel diep in de put heb gezeten. Waar ik soms... weer wat omhoog krabbelde en dat ik weer dieper naar beneden ben gevallen. En ik heb in die tijd dat ik zeg maar goed was, heb ik ook heel veel gefilmd en weet ik veel wat. Dat is natuurlijk heel veel vluchtgedrag wat ik altijd heb gedaan sinds ik problemen in mijn leven heb. En dat is gewoon een hele vervelende situatie. Toen ben ik op een gegeven moment in december... is het allemaal zoveel geworden dat ik het op een gegeven moment echt allemaal niet meer kon opbrengen. Toen ben ik in december ben ik in de ziektewet terechtgekomen. Omdat ik gewoon niet meer verantwoord kon rijden. Ik was heel erg afwezig. Ik vroeg mezelf heel vaak af, joh, hoeveel mensen heb ik doodgereden? Ben ik een rotonde opgereden en was ik er overheen? Dacht ik bij mijn eigen van, goh, had ik niet moeten kijken voor voetgangers of wat dan ook, fietsers. Als je dat jezelf afvraagt, dan is het misschien beter om te stoppen met rijden. Dus dat heb ik dan ook gedaan. En dan kom je natuurlijk in een rolletje terecht die bovenop de situatie op zich nog vervelender wordt. Je krijgt te maken met arbo-artsen, weet ik veel wat, die je zo snel mogelijk aan het werk willen hebben. Terwijl je dat eigenlijk helemaal niet ziet zitten. Nou ben ik op zich door de bedrijfsarts ben ik 1 keer geweest en voor de rest ben ik wel goed opgevangen, ook door een hogere hand. Daarbij komt dat je natuurlijk in de ziektewet niet zoveel verdient, dus na alle problemen die je al hebt ga je financieel ook nog een keer naar de kloten. En YouTube is voor mij natuurlijk wel een bron van inkomsten. Op een gegeven moment als je op je bankrekening kijkt en je denkt van hey, ja, en nu? We hebben geen geld meer. Dan heb je een optie om bijvoorbeeld dingetjes te gaan filmen thuis. Nou, dat heb ik gedaan. Daarmee kon ik mijn hoofd wel boven water houden. Als ik dat nou niet had, had ik waarschijnlijk andere dingen gedaan om aan geld te komen. Maar ik heb wel een verantwoording voor mijn dochter. Dus eigenlijk kan ik dat soort dingen niet doen. Dus ik ben wel heel dankbaar dat ik dat kon doen. En voor de mensen die daar wat haat op brengen of die zeggen van joh, doe dat nou niet of doe dat nou niet meer. Wees een beetje lief voor de jongen die ik probeer te zijn, want ik probeer gewoon mijn hoofd boven water te houden door middel van dat soort dingen. Dus ja, beoordeel het boek niet op de kaft. Ik heb op mijn werk van hogere hand ook gehoord dat er collega's zijn, en dat is natuurlijk gewoon intern binnen het bedrijf waar ik werk, dat er gewoon mensen zijn die zeggen ik vind het echt schandalig dat hij gewoon lekker in de ziektewet loopt, dat hij thuis gewoon lang levende klusvlogs zit te maken. Dat zeg ik, beoordeel het boek niet op de kaft, hè. Neem een keer de moeite om je te verplaatsen in de situatie van een ander. Het is natuurlijk geen geheim dat ik gewoon in een kutsituatie heb gezeten met die scheiding en weet ik veel wat. En ja, probeer eens na te denken waarom ja, dat soort dingen nodig moeten zijn.
Hè? Maar het is natuurlijk veel makkelijker om iemand lekker de grond in te boren of af te zeiken. Om jezelf net even wat beter te voelen dan de rest. En het is prima als je dat nodig hebt hoor, dat vind ik helemaal prima. Maar ja, het is wel gewoon heel vervelend dat je op die manier toch een soort zwart gemaakt wordt tegenover je werk. Is misschien niet het juiste woord. Maar je wordt wel gewoon neergezet alsof je het allemaal voor je lol doet of zo. Weet ik niet. Maar goed, we zijn nu 3 maanden verder. En de scheiding en alles is nu wel helemaal achter de rug. En de grootste last die valt wel van je schouders af. Gaat het dan gelijk goed met je? Nee. Want de hele situatie heeft mij wel doen beseffen dat ik hulp nodig heb om dingen te verwerken die in het verleden zijn gebeurd. Niet uit mijn eigen scheiding, maar dingetjes nog verder daarvoor. De scheiding van mijn eigen ouders heeft daar wel een grote rol in en andere dingetjes. Dus ja, het brengt ook wel mooie dingen, want ik word natuurlijk alleen maar een beter mens. Dat traject met de psycholoog, dat loopt nu. Ik leer heel veel dingen, maar we zijn er nog niet. We zijn onderweg naar een beter leven. En dat zeg ik, ik leer heel veel dingen en ik mag heel veel dingen leren. Er zijn wat mensen op mijn pad gekomen waar ik echt heel dankbaar voor ben. Mijn cirkel die wordt wel steeds moeilijker om te doorbreken. Dus als je hem pas geleden doorgebroken hebt, wees dan vooral heel lief voor de jochie en behandel het jochie als goud. Want ja, ik vind het gewoon heel moeilijk om mensen toe te laten. En als het je dan is gelukt, wees dan heel dankbaar. Want ja, ze hebben gewoon een heel ander beeld van mij. En als je eenmaal in mijn aura zit, dan ga je gewoon zien dat ik heel anders ben dan dat mensen over mij zeggen of over mij denken. Dus, ik zal geen namen noemen, Johan van der Weert. Wees een beetje lief voor dat jochie, maar dat ben jij, dat weet ik. En ik ben vandaag lief voor jullie jongens, want het is maart en ja, we gaan weer een beetje aan het werk. We gaan weer kijken hoe het allemaal bevalt, hoe het allemaal gaat en dat soort dingetjes. En ik ben alweer even een paar weekjes aan het werk en het België werk dat wordt minder. Uiteindelijk gaat het weg, denk ik, weet ik niet, maar dat idee hebben wij. En ik heb nu 6 adressen in omgeving Luik. En ja, mensen die mij langere tijd volgen, ik kreeg natuurlijk altijd wel een harde pielemaus van België rijden. En 6 adresjes Luik. Ik denk, ik ga vandaag gewoon eens kijken hoe het gaat met het rijden en het filmen en dat soort dingen. Ik leef heel erg op nu van het rijden. Dat is wel heel anders geweest. En ja, ik moet gewoon kijken met filmen wat dat met mij doet. Geeft het me een goed gevoel of niet, of weet ik veel wat. De laatste tijd had ik van het vloggen, ik had er echt geen zin meer in en geen puff meer voor en dat soort dingen. Maar het brengt wel gewoon geld naar binnen. Dus ik heb het wel altijd gedaan en ik wil nu gewoon kijken van joh, ga ik er weer plezier uit halen of niet. Dat is een beetje ja, wat we vandaag gaan doen. Dus ik rij nu nog in Nederland. We gaan zo meteen de grens over, dan gaan we even de klok verzetten. En dan hebben we bij de VDS Food in Bargon hebben we een adresje, daar gaan we even lossen. Dus ja, ik ben benieuwd wat we daar gaan doen. Ik ben daar nog niet geweest. Dus ja, laten we maar eens even gaan kijken. Rijden we dus de grens over en dan, ja, je kent het riedeltje, hè? Invoerchauffeur, beginland, B van Bulgarije, wat een idee. En dan gaan we weer. Zo, voor die paar dagen part-time dat ik nog werk, heb ik toch mijn Senseo'tje even lekker meegenomen. Want dat is altijd lekker
Omdat je tegenwoordig nergens bijna meer geen koffietjes krijgt, joh. Je kan ook al tegenwoordig natuurlijk met die plastic bekertjes. Of die kartonnen bekertjes, die hebben ze ook al nergens meer. Dus het wordt steeds beroerder om ergens een bak koffie te krijgen. En als je dan ergens een bak koffie krijgt, dan is het meestal ook nog niet te zuipen. Maar ja, uit fatsoen drink je het op, hè. Doe je uit fatsoen. Maar het liefst gooi je hem het riool in. Nou, koffietje klaar, dus we gaan even bij dat eerste adres kijken. Stuk hier bij Luik, jongen. Kom aan, lulletje. Ga eens met die zooi. Het is altijd een heel lastig stukje hier, zo. Dat redden wij hier weer af. Nou, dan zou het bedrijf, ik zie hem al zitten, rechts, daar moeten zitten en dat zit hij dus ook. Nou hebben we net een paar kleine heuveltjes gehad en ik heb alweer gelijk last van mijn oortjes. Kijk.
belangrijk is. De koeientruc staat er ook aan. Lekker man. Druk jongens, druk. We gaan even naar binnen. Even aanmelden dat we er zijn met 3 paletjes. En dan denk ik dat het 1-voor-1 lossen is. Weet ik niet, dat gaan we even horen. Nou, er zijn wel 2 dokkies, maar er staat er nou al 1 en dan kun je er dus niet naast. Kijk, hij gaat nu weg. En deze jongeman gaat hem ervoor zetten. Dus dat is mooi, dan gaan wij even de deurtjes open doen. En dan. Koud, jong toch? Dan kunnen wij mooi lossen als. Marek en Piotr klaar zijn. Dus mooi. Ja, toch? Zo, we gaan even de deur even openmaken. Doen we natuurlijk wel even de jas aan. Kijk, trekken we even aan deze knop hier. Kijk, handschoentjes mee. Nou ja, ik kom er dus achter dat alle batterijen inmiddels wel leeg zijn. Dus dan nemen we deze maar gewoon mee. Hè? Zet wat anders op. Oh, kijk. Ja hoor. Weer een GoPro houden naar de getver. Man. Nou, dat begint weer lekker. Ik heb dus 2 van die GoPro houdertjes, 360, maar er breekt net weer het pootje af. Kijk. Kijk, het schiftje is niet helemaal vol. Het is op zich niet zo lekker dat die weer afbreekt. Maar ja, die dingen worden ook wel intensief gebruikt. Hè? Maar dat is zo'n GoPro voetje met een. Hoe moet dat uitleggen? Er zit een soort kogel op dat je een 360 kan draaien. Die gebruik ik altijd. Maar die gekke dingen, die kosten gewoon 20 euro. Dat is een hoop geld. En ik heb er al een keer eentje kapot gehad. Toen heb ik een keer die dingen gedoneerd gekregen. Heb ik er 2 gekocht en eentje is nou weer een stuk. En die andere, die ligt thuis. Dus dat is top. Oh, motor schakelt uit, oké. Dus de deurtjes die zijn open, dan kunnen we hem zo meteen even mooi aandokken. En dan kunnen we even mooi lossen.
Hij staat goed, hè? Ja, ja, zeker. In de auto. Hoor? Ik denk het straks. Zo, even hakken en breken, dan komen we er wel uit. Dan gaan we naar de Oak Green, denk ik, in Sereen. Denk ik zo. Volle bak, jongens. Wat een idee. Lekker, man. Kijk, druk je hier op die knop. Dit gaat hij erin. Roldeurtje dicht. Papiertjes afgetekend en gaan met die banaan. Kijk, het is een heel vervelend dokje, joh. We staan hier strak erlangs. Er staat hier net goed. En je ziet het, ik sta er ietsje scheef vol, hè. Maar ja, als je maar kan lossen, jongen, dat is het belangrijkste. Zo is het ook. Hoppa, lekker, man. Nou, gaan we toch eens even kijken of we hier een beetje eruit kunnen komen, ja of nee. Want naast mij is een bakwagen van hunzelf komen staan. Dus als ik nou omhaal, dan zou het goed moeten zijn, denk ik. En nou ga ik toch dezelfde kant op als die Piotr. Omdat ik de andere kant niet op kan vanwege die bakwagen. Het zij zo, jongens. Alle batterijen zijn leeg van de GoPro's. Dus dat is wel even een probleem. Dat is wel even een probleem. Had ik even wat beter over na moeten denken. Maar goed, gaan we oplossen. Kom goed. We gaan eerst de deuren maar weer even dicht maken. Ik heb even de handschoentjes aan doen. Hey Leroy, waarom doe je altijd handschoenen aan? Nou, anders krijg ik vieze handen. Hey Leroy, waarom doe je altijd handschoenen aan? Nou, anders krijg ik vieze handen. Dat zei ik net ook al, maar ik weet niet of je me hoorde. Kijk,
We hebben er weer één hoor. Deze stop zo. Alleen deze. Die moest ik vanmorgen op de zaak weer helemaal omhoog tillen, die deur. Kijk, zie je dat? Daar zit die. Precies daaronder, dus dan moet je, wat moet je dan doen? Kijk, dan moet je hem zo omhoog tillen. Kijk, en dan zit hij goed. Ja, hey. Daarboven even kijken. En dan vinden ze het allemaal gek dat wij mensen, chauffeurs, last van onze schouders krijgen. En last van onze rug. En al die dingetjes. Maar het materiaal moet wel goed zijn. Dat hoor ik ze iedere keer zeggen. Nou, ik heb het ook al 100 keer gezegd. Het is ook wel een beetje dweilen met de kraan open. Het materiaal moet goed zijn, ben ik het mee eens. Alleen, ja, niemand die meldt wat. Dus op een gegeven moment heb je gewoon allemaal zooi. Snap je? Dus dat. Nou, we gaan nu dus naar de AVV in Serreen. Ik zei de O'Green, maar het is een AVV. Topadres denk ik. Ben er misschien ooit wel eens geweest, weet ik niet. Maar ja, we gaan elkaar zien. Dat dus mooi zien dat die bakwagen er staat. Het is ook wel een vervelende plek waar dat bedrijf zit hier met aandokken en zo. Nou, we staan gewoon helemaal stil, dus tip top. Spitsuur. Jongen, 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 zijn we allemaal aan het doen, joh. Tobbes. Centrum. Nou, dat gaat goed. Maar wel mooi, want de meeste adressen heb ik hier nog nooit gehad. Dus dat is wel leuk om een keer te zien. Ook leuk om een keer al die afgebrande gebouwen hier te zien. Kijk hoor, hij zegt dat het hier is. Nou, waar dan? Even kijken hoor. Want ik heb gezien dat je vanaf de rotonde rechtdoor erop kan rijden.
Oh ja, 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 ik zie het dan. Recht voor onze koker. De navigatie zegt dat we er nu al zijn. Maar dat klopt niet. Want hij zit daar rechts voor je. Dan zie je ook die roldeur zitten. En dat is top. Nou, wat is daar dan zo top van? Nou, let op. Kijk eens aan. Hoppa. En losse, hè? Kijk, daar staan we er zo. Dan kunnen we zo meteen recht achteruit die straat in en kunnen we zo weer rechtdoor daar eruit. Dat is wat de bedoeling is, denk ik. Maar dat weet ik niet zeker. Dat gaan we zo meteen even meemaken. We moeten wel nog even 20 minuten wachten. Want ze zijn natuurlijk nog niet open. Dus laten we dat maar even gaan doen. Dat is mooi, want dan kunnen de batterijtjes even opladen. Dus even wachten maar. Nou, ik denk ik ga het even vragen, want 9 uur is 9 uur. Ze zeggen, er is iemand onderweg of zo. Dus ik ben benieuwd. Nou gaat ook deze. Dat gaat weer niet. Zo mooi weer optillen zo. Hoppa. Kijk, dat gaat ook allemaal weer niet. Hoppakee. Het is allemaal wat, hè. En deze kant waarschijnlijk weer hetzelfde. Kijk. Daar wel, maar hier weer niet. Dus dan moet je hem even zo optillen. Net een of andere scooter daar, weet ik wat het is.
Die zit net in mijn verhaal. Komt hij voorbij, Rijn? Hoop takker, jochie, gewoon. Oh, lekker man. Ik doe hem even open. Vak open. Zet hem even zo neer. Even de handschoentjes erin. Ja. 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 Ja, zegt hij. Hebben we weer gelost. We staan een half uurtje. 33 minuten. We gaan nou naar de Hubo in Neupré. Route de Condros. Ben ik wel eens geweest? Route de Condros. Ik weet niet of dat bij de Hubo is geweest of iets anders. Maar ik ben er wel al een keer geweest. Het kan zomaar zo zijn dat ik bij de Hubo ben geweest, hoor. Dat zou kunnen. Dan hebben we er twee van Koopman lossen. Maar ik zit eens even te kijken, want ik kan nog 59 minuten rijden. En we staan hier nou 34 minuten. Dus als ik nou nog even een kwartiertje hier tijd ga rekken, dan hebben we mooi die kaart weer schoon. Want het kan zo zijn, hè, weet ik niet, maar je moet overal over nadenken, dat als je bij die Hubo bent geweest, dat is 20 minuten rijden, en daarna hebben we de Hubo in Hoei, daar we dan net daartussenin ergens richting die 4,5 uur gaan. Weet ik niet, toch? Maar dat zou kunnen. En als je dan net even niks tegenkomt, dan is dat net even kut. En bij die Hubo's, vaak even drie kwartier maken. Is bij sommige Hubo's ook niet echt heel erg makkelijk of zo. Dus als ik nou hier nog even een kwartiertje pak, dan gaat het zeker goed komen. Nou, ik heb even een bak koffie gezet. De boordcomputer afgewerkt en nog minder dan een minuut. En dan staat er drie kwartier er mooi op. Dat is op zich prettig. En dan gaan we achteruit even die straat insteken, wat ik zei. Ik heb hier even die tweede camera, die ga ik aanzetten. En dan ga ik hem even vasthouden zo naar buiten. En dan weet ik niet of je wat kan zien, ja of nee. Maar ja, dat gaan we dan met het nabewerken wel zien. Kijk, 45, die staat erop, mooi. Navigatie, nou die loop. En die loop, kijk, gaan we het eens even meemaken. Valt helemaal niet mee. Mooi. Zetten we die uit. Draaien we die om. Kijk eens. Prachtig, jongen. Echt waar.